politie live te volgen tijdens uitgaansnacht. Granaat gevonden in Loonse en Drunense duinen. Goeiedag. Sinds een tijdje is de politie te volgen via Facebook. Maar afgelopen zaterdag ging dat net een stapje verder. Mensen konden via het sociale medium live meekijken met het horecateam tijdens de drukke zaterdagavond. De politie van Tilburg Centrum heeft een eventpagina aangemaakt op Facebook voor een aangepast live horecaverslag op zaterdag 2 april. Met deze pagina willen ze toch graag contact maken, laagdrempelig contact maken met de burgers die hier in het centrum wonen. Waar hebben de agenten mee te maken? Waar lopen ze tegenaan? En dan proberen ze zo live mogelijk weer te geven op een tijdlijn van Facebook. Facebook die leent zich natuurlijk ook voor het maken van foto's en filmpjes. Alleen het incident misschien niet altijd. Dus er zit natuurlijk wel wat haak en oog aan. Hè. Mensen die niet in beeld willen, hun gezichten worden onherkenbaar gemaakt. Dus er zit wel even een kleine vertraging tussen om even te kijken wat er nog gedaan moet worden. Maar in principe is het mogelijk om een foto te maken, een filmpje te uploaden en dan op Facebook te plaatsen. En dan kunnen mensen zien van wat gebeurt er nu eigenlijk in zo'n centrum. De mensen die hier wonen, hè, die hier dagelijks met het uitgaansleven te maken hebben. Die hebben ook een klachten. Die kunnen die klachten niet altijd kwijt om een goede manier. Dus we hopen dat deze laagdrempelige Facebookpagina ook contact kunnen krijgen met die mensen die dan ook hun grieven aan kunnen geven, maar ook hun positieve dingen natuurlijk, als het goed gaat. Dat is ook belangrijk om te weten. Aan de andere kant kunnen wij als politie zijn, als we contact hebben met de mensen die hier wonen, ook eens een keer hun hulp vragen bij bijvoorbeeld een incident wat gebeurd is van heeft iemand iets gezien? Dus een getuigenoproep plaatsen zo. Het horecateam bestaat niet alleen uit de politie. Alle portiers van de horecagelegenheid die in het centrum doen eraan mee. Maar ook de gemeente, die dus een cameratoezicht bedient en onderhoudt, die doen mee. Dus met zijn groot team wordt dan een stapavond in Tilburg tot een zo'n fijn mogelijke avond gebracht. De pagina is niet alleen om mensen die thuis zitten een blik te geven wat er gaande is in de stad. Maar ook om inzicht te geven in het werk van de politie. Steeds meer ondervinden hulpdiensten hinder bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Het is natuurlijk wel zo dat geweld tegen hulpverleners, maar ook tegen politieagenten neemt toe. Daar willen we een stop aan geven, zeg maar. Dus dit zou ook kunnen bijdragen om te laten zien van luister, dit gebeurt nu eenmaal. Vindt u dit normaal? Vind je dit normaal dat dit gebeurt ten opzichte van politieagenten? Afgelopen weekend werd er een granaat gevonden bij de Loonse en Drunense duinen. Maar wat moet je met zo'n vondst doen? Laten liggen en zeker niet meenemen, zegt de politie. Vrijdagavond 1 april is er op het politiebureau aan de Brucknerlaan in Tilburg-Noord een martierengranaat ingeleverd. Die persoon die is hier op zijn fiets naartoe gekomen. Die heeft eerder die dag in de Loonse en Drunense duinen heeft hij een explosief aangetroffen. Die heeft in zijn tasje gestopt, is mee naar het politiebureau gefietst. Die heeft hier op de balie gezegd en zegt van ik heb een explosief gevonden. Dan schrikken wij natuurlijk even. Het bleken waarschijnlijk afkomstig zijn uit de Tweede Wereldoorlog. De man vertelde er nog meer explosieven te hebben zien liggen. We hebben begrepen dat er in het bos dat daar een kist was aangetroffen met mogelijk meer munitie. Hierop is actie ondernomen door de politie. Die zijn in het bos gaan kijken. Echter was de positie niet goed bepaald en hebben wij die kist dus niet aangetroffen. Dat kan dus heel erg gevaarlijk zijn. Er is ook een oproep aan alle mensen die explosieven aantreffen in het bos om deze vooral te laten liggen. De politie ruimt explosieven natuurlijk niet zelf op. Daar is de explosieve opruimingsdienst voor. De explosieve opruimingsdienst die zal ter plaatse komen en die zal het object opruimen. En die zelfs op een elders plek zullen ze die mogelijk tot ontploffing brengen. Het gebeurt vaker dat er explosieven gevonden worden. Maar wat moet je dan eigenlijk doen? Niet in een tas stoppen, leg ze vooral niet in de auto, ga er niet mee reizen, maar laat ze liggen. Markeer de plek en neem een veilige afstand en bel de politie. Dit was weer het Omroep Tilburg Nieuws. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.